Mijn naam is Thierry Stokkink. In deze video wil ik graag de mogelijkheid van het oversluiten met jullie doornemen. Je hoort dat de hypotheekrente behoorlijk laag staat. In de media wordt zelfs gesproken over historisch laag. Ja, en dan bouw je als je eigenlijk niet kan profiteren van die lagere hypotheekrente als je geen verhuisplannen hebt. Maar als je een voorbeeld aflosnoten opvraagt bij je huidige geldverstrekker, dus opvraagt wat zou de boete zijn als ik van contract af wil komen. En je hoort dat bijvoorbeeld 8000 euro kost om daarvan af te komen, dan moet je er wel rekening mee houden dat er nog aanvullende kosten zijn, zoals de notariskosten, als je van de ene naar de andere geldverstrekker toe gaat. Maar de hypotheekverstrekker zal ook vragen om een taxatierapport. Die wil weten wat de waarde van je woning is. En een adviseur, een hypotheekadviseur, variërend van tussen de 1000 en de 3000 euro afhankelijk van jouw situatie. En dan is de rekensom al die vier kosten. Hoe lang duurt het voordat ik die kan terugverdienen met die lagere hypotheekrente bij een andere geldverstrekker? Als je wil weten hoe dat in zijn werk gaat, of als je graag wil weten ja, of je kan besparen, dat de rekensom voor je maakt, check de website startershypotheekcoach.nl. In de volgende video neem ik de mogelijkheid van een rentemiddeling met jullie door. Dus ik zie jullie graag bij de volgende video.